Komt er wel of niet een carillon in Kasteel Wiegen? Nijmegenaar maakt Asterix en Obelix strip. En vanaf zaterdag gaan we statiegeld betalen over blikjes. Een carillon in de toren van Kasteel Wiegen. Al jaren probeert een burgerinitiatief op eigen kosten dit voor elkaar te krijgen. Het vorige Wiegens college was tegen dit initiatief, maar een nipte meerderheid in de raad wist uiteindelijk te besluiten dat er toch eerst enkele onderzoeken moeten worden uitgevoerd, voordat er een beslissing komt over het wel of niet plaatsen van een carillon. Dus laait de discussie weer op. Bij het gemeentehuis in Druten weet men niet beter. Elk uur tussen 7 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds is dit gezellige geluid te horen. Het is gewoon de symboliek die bij het gemeentehuis hoort. In combinatie met de dagstructuur die mensen toch ondervinden, doordat ze elk uur het carillon horen slaan. En het zou zomaar eens kunnen dat straks in Wiegen dit geluid ook een aantal keer per dag te horen is. Een burgerinitiatief probeert al jaren een carillon te plaatsen in de toren van het Wiegens kasteel. Maar daar is niet iedereen blij mee. Dit is toch een prachtig geluid? Ja, prachtig geluid, maar niet voor in de kasteeltoren van Wiegen. Nee? Want zoals je ziet is het een prachtig kasteel geworden na het verbouwen van het hele kasteel vorig jaar. En het heeft 3 miljoen euro aan gemeenschapsgeld gekost, doordat het weer in volle glorie is hersteld. Maar een carillon, ja, het voegt niks toe aan de cultuurhistorische waarde. Ook maken enkele Wiegenaren zich zorgen over geluidsoverlast, zoals de voorzitter van Museum Kasteel Wiegen. In ons museum, dat is 6 dagen per week open, dat draaien we met behulp van de inzet van 100 enthousiaste vrijwilligers. Die mensen hebben we hard nodig. Als die mensen daar de brui aan gaan geven, omdat elk half uur het carillon gaat spelen, dan hebben wij als museum een groot probleem. Zou dat binnen goed te horen zijn, denkt u? Dat denk ik wel, want ook de toren hoort bij het museum. En in een half jaar, in de zomermaanden, staan de ramen van de toren ook open. Daar ontvangen wij ook groepen en daar uiteraard hoor je het daar heel goed. Hebben de vrijwilligers al aangegeven dat ze daardoor willen gaan stoppen? Ik heb een aantal mensen gesproken en die zeggen inderdaad van dan hoeft het voor mij niet meer. Voorstander van een carillon, Wiegen Lokaal, snapt niet waarom mensen zich nu al druk maken over geluidsoverlast. Gezien het onderzoek erna nog niet is afgerond. Want het is veel te vroeg. Eerst die onderzoek afwachten en dan pas met een mening komen. Wiegen Lokaal wacht dus het onderzoek af. Tot die tijd zien zij een carillon wel zitten. Wij zijn voorstander omdat het een extra dimensie geeft aan het centrum van Wiegen. Heel veel dorpen en steden hebben een carillon. En het is gewoon iets waar je je thuis bij voelt. En dat hoort bij Wiegen ook, vinden wij. Ja, we zijn ook niet helemaal tegen een carillon. Bijvoorbeeld op het nieuw te ontwikkelen evenementenplein bij tussen Kasteel en Wiegensmeer. Of bijvoorbeeld bij de Antonius Abtkerk. Er zijn mogelijke andere locaties voor een carillon in het centrum. Het Openbaar Ministerie gaat een hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank in de zaak rond de doodgestoken Casper Verheijen. 3 minderjarige jongens werden vorige week vrijgesproken van openlijke geweldpleging. De 15-jarige die de Nijmegenaar doodstak handelde volgens de rechtbank uit noodweer en kreeg ook daarvoor geen straf opgelegd. Volgens de OM is er geen sprake van noodweer en is er voldoende bewijs voor openlijke geweldpleging door de 3 minderjarige verdachten. Museumpark Orientalis vermoedt dat de loods die zaterdag geheel verwoest raakte door brand, is aangestoken. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de vlammenzee, maar het park heeft redenen om te denken aan brandstichting. Vorige week maandag woedde er namelijk ook al brand op nagenoeg dezelfde plek. Er volgt nog forensisch onderzoek, maar van maandag weet de directeur al zeker dat het om brandstichting ging. Van deze keer moeten ze dat nog nader bekijken. De verhalen van Asterix en Obelix. Wie kent ze niet? Ze kwamen overal in het Romeinse Rijk, behalve in Nederland. Daarom besloot stripuitgever Mark de Lobby zelf het initiatief te nemen om een stripboek uit te geven over de Romeinen in Nederland. De Romeinen deel 1, de Bataafse opstand, zo zal het gaan heten. Ik heb wel op school van alles erover geleerd, maar dat was wel best wel weggezakt. En het meeste wat ik wist was eigenlijk van Asterix. Dus Asterix en Obelix. Dus dat was best wel weggezakt. Maar toen ik het verhaal las en ook de documentaire van de NPO zag, het verhaal van Nederland, dat ging ook nog op dit in. Toen was ik eigenlijk wel weer goed ingelezen. En
er zit ook achter de strip een heel historisch geweten die, ja, die heel goed documentatie aanleverde en allemaal dat soort dingen. Met alle documentaires die Tim kreeg over deze periode van de geschiedenis, kon hij beginnen met schetsen. Al moest hij zelf nog wel een paar dingen zelf onderzoeken. Nou, je gaat wel eerst een beetje op zoek van ja, hoe teken je nou zo'n Romeinse uitrusting bijvoorbeeld. Hoe waren de Bataven gekleed destijds, voor zover ze het weten. Dus dat is eigenlijk nog een hoop onderzoek. Dat werd al voor mij gedaan, maar ik moest het wel vertalen naar een tekenstijl. Dus toen ik eenmaal wat karakters had geschetst en dat soort dingen, toen kreeg ik de scenariopagina's binnen. Dus daar heeft de schrijver, die heeft dan de pagina al een beetje ingedeeld met wat er op welk plaatje gebeurt. En vervolgens ga ik dat netjes uitwerken in stripvorm. Het tekenen van de schetsen voor dit stripboek kost Tim wel wat meer tijd dan normaal. Een strip als deze is het best wel een hoop schetswerk. En het moet vaak heen en weer naar het historisch geweten in dit geval. Om te kijken of alle kommetjes en potjes en uitrusting dingetjes wel kloppen. Maar gemiddeld met schetsen ben ik dan anderhalve dag bezig. En vervolgens werk ik dat dan nog uit in Oost-Indische inkt. En dat kost me ook nog een werkdag. Dus zeg maar 2,5, soms 3 dagen per bladzijde. Nu het stripboek af is, is de vraag of er nog meerdere delen komen over de Romeinen in Nederland. We zijn nog in gesprek daarover. De opdracht ligt wel bij het schrijven om een tweede verhaal te gaan schrijven. En dat komt dan in de reeks, maar dat wordt waarschijnlijk wel een verhaal in een andere periode. Weer een andere opstand of een ander iets wat hier in Nederland zich afspeelde. Als het tweede deel er ooit komt, hoopt Tim er weer aan mee te mogen werken. Het is wel leuk als je een serie start dat je er ook zelf verder mee gaat. Dus, ja. Het boek zal vanaf 1 april te bemachtigen zijn in de Nederlandse boekhandels. Ja, dan kijken we weer even naar de sociale media. Museumpark Orientalis laat via Facebook hun dankbaarheid weten aan de hulpdiensten die zich zaterdag hebben ingezet om de brand op het park te bestrijden. Ze melden geschokt en verdrietig te zijn over de gebeurtenissen, maar ook dat ze in het verleden al meer moeilijkheden hebben overwonnen en dat deze keer ook zal lukken. De bibliotheek Gelderland Zuid plaatst op Instagram een oproep aan ouders die kinderen hebben in de leeftijd tussen 0 en 12 jaar. Ze vragen hem om een enquête in te vullen waarmee ze de bieb nog leuker kunnen maken. De link naar de enquête is te vinden in de Insta-bio van de bieb. En carnaval Knotsenburg laat kinderen op zaterdag 8 april paaseieren zoeken in het Goffertpark. Inclusief een meet and greet met de paashaas. Het zoeken gaat in 3 tijdvlakken voor kinderen in diverse leeftijdscategorieën. Aanmelden kan alleen deze week nog. Ja, er is lang over gediscussieerd, maar de wet is er doorheen en zaterdag gaat die van start. We gaan statiegeld betalen over blikjes drinken. Dit alles met als doel om het zwerfafval tegen te gaan. Nog niet zo lang geleden ging deze regel al in voor kleine petflessen, maar nu betalen we dus ook 15 cent extra voor blik. Wat vinden we er eigenlijk van? We vroegen het vandaag op straat. Ik vind het wel goed, minder straatvuil. Ik denk dat ik het wel een goed idee vind. In principe wel goed, want volgens mij gooien mensen, tenminste ik gooi zelf wel vaak een blikje weg, omdat het even makkelijk is. En als er statiegeld op zou komen, denk ik dat ik misschien wel eerder terug zou brengen naar de supermarkt. Dus voor het straatbeeld lijkt me het goed. Ah, op zich goed lijkt me. Ik denk dat het zeker kan bijdragen. En misschien dat mensen het dan inderdaad bewaren in plaats van dat het aan de kant van de weg terechtkomt. Dus positief. Ja, ik vind het eigenlijk wel goed. Ik hoop dat er wat minder statiegeld of wat minder blikjes op straat blijven liggen. En het hopelijk stimuleert het mensen om het in te leveren. Ik vind het heel goed. Want? Nou, omdat je dan blikjes vanaf de straten ben je allemaal kwijt. Dan gooi je ze niet meer weg. En het is goed voor de recycling. Ik werk in een winkel, supermarkt. En dan is het wel wat extra werk. Maar ik vind het wel goed dat er bewust om wordt gegaan met het gebruik van aluminium. Ik denk dat dat een goede zaak is. Ik denk dat als ik zie wat er onderweg overal alles weggegooid wordt, dat dat wel weer een stap is in de goede richting. En denkt u dat u er rekening mee wilt houden door de blikjes te verzamelen en daarna in te leveren, of niet? Wij gebruiken niet zoveel blikjes. Eerlijk gezegd gebruik ik al niet heel veel blikjes, maar ik denk als dit er nou op zou zitten, dan zou ik wel de blikjes bewaren, ja. In ieder geval meer bewaren dan eerst. Ja, zeer zeker. Ja, wij gaan ze inleveren, wij zullen ze bewaren, de blikjes. Ja. Ja.
Ja, ik denk het wel. Nu is het vaak dat je hem fijn knijpt en in de prullenbak gooit. En nu denk ik dat ik hem toch wat eerder bewaren meeneem naar de winkel. Ja, er zat al een tijdje een regengebied aan te komen vandaag, maar toch hebben wij het nog een hele tijd droog gehouden. Het was zelfs best aardige dag vandaag met redelijk wat zon. Vanavond zal het regengebied alsnog over onze regio trekken. En pas tegen de ochtend wordt het dan weer droog. Morgen wordt het een vrij bewolkte dag, maar wel een grotendeels droge dag. In de loop van de middag kan het zijn dat er hier en daar weer wat regen komt. Dan raakt het regengebied net onze regio. Maar veel zal dat niet zijn. Morgen temperatuur prima, eigenlijk 14 graden. Ja, de dagen daarna wordt het weer iets wisselvalliger. Donderdag vooral een mix van zon en bewolking. Wellicht valt er af en toe een bui, maar waarschijnlijk valt dat in onze regio nog wel mee. Temperatuur loopt op tot 15, misschien zelfs al 16 graden. Vrijdag zal de regen helaas weer overheersen. En dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Heb je zelf voor ons een tip voor de nieuwsredactie? Nou, mail hem dan naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.